Het journaal Laat met Hanne de Kouteren. Een heel goede avond, welkom. Moeten jongeren voorrang krijgen en moet de vaccinatiestrategie dus aangepast worden? Het is de vraag van de dag, mag ik wel zeggen. En zowat iedereen heeft er ook een mening over. Vlaams minister van Volksgezondheid, Wouter Beke, vindt het alvast geen goed idee. Volgens hem hebben jongeren net een voordeel wanneer je eerst de meest kwetsbaren zou vaccineren. Het is niet zo'n verstandig idee, omdat de hele vaccinatiestrategie vertrekt vanuit één bepaalde premisse. Dat is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de meest kwetsbaren het snelst gevaccineerd hebben? Want zij leggen, wanneer ze besmet geraken, de hoogste druk op ons zorgsysteem. Zij komen als eerste in de ziekenhuizen, leggen de grootste druk op de intensive care en maken ook de grootste kans om te komen overlijden. Alles begon met een open brief waarin tientallen bekende ouders en volwassenen aandacht vragen voor de jongeren. Die zouden bij het vaccineren volgens hen voorrang moeten krijgen, staat in de brief, omdat jongeren veel missen en opofferen, maar vaak vergeten worden. Ik voel dat er iets mist in mijn leven. Ik voel dat er iets is dat ik nu niet kan doen. En elke dag is voor mij hetzelfde. Het is ook heel zwaar om je vrienden te zien afzien. En zien dat ze eronder doorgaan en dat ze het moeilijk hebben. En dat je niet gewoon naar hen toe kan gaan en eens kan zeggen van alleen maar het komt goed. Het weegt sowieso wel zwaar door. We zijn nu al bijna een jaar eigenlijk in coronacrisis, 2 lockdowns meegemaakt. Dus dat weegt wel heel sterk op je sociaal netwerk. 3 jongeren aan het woord. Anton, Fien en Sander. Vertegenwoordigers van een generatie in de fleur van hun leven. Een leven dat er vandaag vaak heel somber, saai en eenzaam uitziet. Ik voel mij in de steek gelaten omdat niemand naar ons omkijkt. Er wordt niet gevraagd wat wij willen. Er wordt niet naar onze mening gekeken. En daarom nemen volwassenen het nu op voor hen. Een tiental bekende ouders, zoals kinderpsychiater Peter Adriaanses, muzikant Frederik Sioen en federaal procureur Frederik van Leeuwen ondertekende een open brief om ook de groep tussen 18 en 24 jaar snel te vaccineren. Want de jongeren hebben het moeilijk, zegt initiatiefneemster Heidi de Pauw van Child Focus. Er zijn zoveel dingen te ontdekken voor de eerste keer en dat komt eigenlijk niet meer terug. Vandaar dat wij vinden dat zij het recht hebben op een essentiële plek. En wanneer men het heeft over bijvoorbeeld versoepelingen of een bepaalde volgorde binnen de vaccinaties, strategie dat zij best wel eens prioriteit mogen krijgen. Ander nieuws dan. Tegen het einde van het jaar zal de NMBS 44 van de 135 loketten in treinstations sluiten. In 37 andere stations worden de openingsuren aangepast. De NMBS neemt de beslissing omdat reizigers hun tickets meer en meer online of aan de automaat kopen. De vakbonden zijn alvast niet tevreden. Weinig loketten open en weinig wachtende. Steeds meer mensen kopen hun treinticket aan de automaat of online via de app. Een tendens die al een tijdje gaande is. De NMBS besluit daarom om tegen het einde van het jaar in 44 stations de loketten te sluiten. In 37 andere stations worden de openingsuren van de loketten verminderd. We stellen vast afgelopen jaren reizigers massaal voor de digitale weg hebben gekozen. Meer dan 75% van onze klanten kiest nu voor een ticket via de automaat of via de website of via de app. En de COVID-crisis heeft dat proces alleen maar versneld. De vakbonden zijn niet blij met de beslissing. Er verdwijnen zo 77 banen. En ze vinden dat de dienstverlening in het gedrang komt. Het is niet alleen ticketten dat men verkoopt aan de loketten, maar men geeft ook informatie aan de reizigers. Men zorgt ook voor een sociale controle in de stations. En die gaat er nu niet meer zijn. Plus, ook niet te vergeten, anders valide die soms hulp nodig hebben om op de trein te stappen en zo verder. Het is een vermindering van de dienstverlening en voor ons is dienstverlening naar de reizigers toe nog altijd primordiaal. Treintrambus, de vereniging die opkomt voor gebruikers van het openbaar vervoer, begrijpt de beslissing van de NMBS. Personeel inzetten aan loketten die niet rendabel zijn, heeft geen zin. En voor wie juist wil weten welke stations het binnenkort zonder loketten moeten stellen, wel, die verwijs ik heel graag door naar onze website 14nieuws.be, want daar vindt u de kaart met 44 blauwe bollen. En dat zijn de 44 plaatsen waar de loketten zullen sluiten. En we blijven bij het openbaar vervoer, want reizen wordt vanaf vandaag duurder. De NMBS en de lijn trekken een aantal tarieven op. En er is ook een heel nieuw concept voor Brussel. Voortaan volstaat 1 ticket om in en rond de hoofdstad te reizen met de NMBS, de lijn, TEC en MIVB.
En afgelopen nacht hebben één of meerdere onbekenden de woning van premier Alexander De Croo in het Oost-Vlaamse Brakel beklad met hakenkruisen. De 7 exemplaren waren met een spuitbus op de gevel van De Croo's woning en ook op zijn brievenbus gespoten. Er is nu een onderzoek gestart naar de verantwoordelijken. En dan naar Frankrijk, want daar is protest ontstaan tegen de plannen van onze koning Filip en koningin Mathilde om een bijgebouw op te trekken bij hun vakantiehuis. Jawel, de koning kocht het huis 2 jaar geleden, zo blijkt nu, op het eiland Île-Dieu in het departement Vendée. Het nieuwe bijgebouw zou in beschermd natuurgebied komen te liggen, maar volgens het Koninklijk Paleis is de bouwvergunning goedgekeurd door de gemeente. De koning en zijn gezin gaan al jaren op vakantie op Île-Dieu en 2 jaar geleden hebben ze er een huis gekocht, zo blijkt. Ze willen nu een bijgebouw oprichten op een plek die als beschermd natuurgebied ingekleurd staat. Dat stuit op protest in de gemeenteraad. Comment un permis de construire a pu être accepté sur la route de la Pointe du But en zone naturelle? Het gaat om een bijgebouw van 40 vierkante meter voor zijn veiligheidsagenten. In de Franse wet zijn uitzonderingen voorzien als het gaat om het algemeen nut en de veiligheid. En op basis daarvan had de burgemeester een vergunning afgeleverd. Dat overtuigt de oppositie niet. On le conçoit comme un privilège. Et ce qu'on fait un, voilà, voilà, on est un pied de droit. Ce qu'on accorde à un, on doit accorder à d'autres. Et là aujourd'hui, bah, vous avez les idées qui viennent frapper à la porte et disent attendez, mais moi j'ai la même chose. Je sais pas quoi leur répondre. Los van deze discussie vinden ze het koninklijk gezin heel sympathiek, laten ze nog weten op Île-Dieu en ze zien het graag terugkomen. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Ik heb het over het noordoosten van de Verenigde Staten. Dat kreunt onder het witte goedje en de bijbehorende sneeuwstorm. Dit zijn bijvoorbeeld beelden van Times Square in New York. De sneeuwstorm zorgt daar voor heel wat hinder. In New York is zelfs de noodtoestand afgekondigd. Het verkeer is er ernstig verstoord. En langs de hele oostkust waren er tientallen verkeersongevallen. En wij gaan live naar Times Square. Een ondergesneeuwd Times Square, moet ik zeggen. Björn Soenes, jij staat daar voor ons. De noodtoestand is afgekondigd. Ja, hoe uitzonderlijk is dat? Wel, het gebeurt wel vaker dat de gouverneur en de burgemeester de noodtoestand afkondigen bij noodweer, omdat ze dan alle maatregelen willen en kunnen treffen om het openbare leven in goede banen te leiden. Metrolijnen te sluiten als dat nodig is, dat is al gebeurd, de bovengrondse metrolijnen, een aantal buslijnen af te sluiten. Het verkeer zoveel mogelijk te beperken tot essentiële voertuigen. En je ziet hier, ja, Times Square is sowieso al een beetje uitgestorven sinds de coronacrisis een jaar geleden. Maar je ziet hier, als je naast mij kijkt, hoe dik de sneeuw al ligt. Het is al 24 uur aan het sneeuwen, Hanna. En nu is het redelijk rustig. Maar er zijn momenten dat er rukwinden mee gepaard gaan van 50, 60 kilometer per uur. Waardoor het een hele ijzige toestand is. Dus de gouverneur en de burgemeester zeggen, dit is een levensgevaarlijke toestand. Blijf binnen, ga niet op straat staan. En in mijn geval alleen als je live moet gaan in het journaal. Ja, en het is koud, hoor ik je zeggen. En ik zie ook de sneeuwvlokjes nog altijd vallen. Hoe lang, Björn, zal de sneeuwstorm nog duren? Wat zijn de voorspellingen? Wel, het blijft sneeuwen. Het blijft sneeuwen tot nog 24 uur minstens gaat het door. En je ziet dat heeft ook een invloed hier op de stad. Er was een vaccinatiecampagne bezig tegen COVID-19. Ja, al die vaccinatieafspraken zijn verplaatst naar overmorgen minstens. De scholen zijn dicht. Ze waren hier al gedeeltelijk open. De kinderen krijgen nu weer afstandsonderwijs. Omdat het ja, veel te gevaarlijk is en veel te morsig om mensen op pad te sturen. Er kunnen veel te veel ongevallen gebeuren. Maar kijk, het gaat nog zeker 24 uur door. En nu ligt er misschien ja, 15, 20 centimeter. Maar men verwacht dat het misschien een van de grootste sneeuwstormen kan zijn uit de geschiedenis van de stad New York. Als het 45, 50 centimeter zou zijn tegen morgenavond. Oké, goed. Ik zou zeggen, hou het warm, Björn. En dank je wel voor je verslag daar. En dan naar Frankrijk. Het mag niet, maar toch hebben een aantal restaurants de deuren geopend. Uit protest tegen de coronamaatregelen. De uitbaters riskeerden boetes, maar ook hun klanten riskeerden een boete. Een verslag van onze ploeg in Frankrijk. Oui, oui, je suis ouverte. À table à emporter. Tartiflet, dat is het stevige menu voor wie vandaag in dit kleine restaurant aan de Somme de wet wil overtreden. C'est pas normal, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus rien du tout. N'importe quoi, je dis pas que la maladie n'existe pas, qu'elle n'est pas là, mais il faut faire avec. Merci. Bon appétit.
Eind oktober ging Katja haar restaurant dicht. Ze kan op geen financiële steun rekenen omdat haar zaak nog niet lang genoeg open was. J'ai vendu ma maison pour acheter mon fonds de commerce. Bon là, de toute façon, la trésorerie, elle est en dessous de zéro, hein, plus qu'en dessous de zéro. Hein. Après, la solution pour moi, pour faire front, c'était de trouver du travail. J'avais pas d'autre choix. Les personnes qui mangent à l'intérieur? Si. Oui, on va aller voir. On va constater. Je respecte les distanciations. Je ne fais rien d'autre que manger. Manger ici ou manger chez moi. Je vous demande juste une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qui est riche, les clients? Là, c'est 135 euros par personne qui mange sur place, plus 135 euros pour la gérante qui ouvre. Qu'importe la verbalisation. Je suis fier de soutenir des établissements comme cela. Het was een symbolische actiedag, zonder steun van de grote horecaorganisaties. Maar de rebellerende restauranthouders zijn blij dat ze een signaal gaven. Ja, in Frankrijk kan het niet. In Italië kan het dan net weer wel. Of toch in een groot deel van het land. Nog niet in de oranje zones hier op de kaart. De regering vindt dat de coronacijfers de goede kant op gaan. Restaurants en bars mogen in de gele zones dus weer open tot 6 uur 's avonds. Daarna alleen takeaway. En musea zijn op weekdagen weer open voor een beperkt publiek. Ook het Colosseum in Rome. Het zijn kleine stapjes, maar voor veel Italianen voelen ze wel als een bevrijding. Molto più viva perché sembravamo morti senza i bar. Perché comunque è bello vedere parlare con i nostri persone che stanno dietro al bar che ci fanno sentire vivi ogni mattina quando uno va al lavoro. Dan sportnieuws. In het voetbal kon je als club vandaag nog een transfer doen, want morgen loopt die transferperiode weer af. In de laatste uren zijn er traditiegetrouw nog wat zaakjes gedaan. Bij Anderlecht vooral vertrekkers. Paarswit neemt afscheid van spits Landra Di Matta. Hij trekt naar Spanje en ook Michel Vlap mocht er vertrekken. In augustus lijkt Di Matta na lang blessureleed weer vertrokken te zijn bij Anderlecht. Hij wordt zelfs opgeroepen voor de Rode Duivels, maar de spits valt al snel weer stil. Het blijft bij 2 goals en nu mag hij dus vertrekken. Tweede klasser Espanyol Barcelona huurt hem tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie. Ook Michel Vlap vertrekt uit Brussel. Hij werd al voorgesteld door zijn nieuwe ploeg, de Duitse eerste klasser Arminia Bielefeld. De Nederlander wordt ook tot het einde van het seizoen uitgeleend door Anderlecht. Ook bij Club Brugge laten ze iemand gaan. Verdediger Simon Daly doet het seizoen uit bij zijn ex-ploeg Slavia Praag. De Ivoriaan was vorig seizoen nog een sterkhouder, maar hij valt de laatste maanden geregeld naast de ploeg. Wel een nieuwkomer dan bij Gent. Het haalt met Tarik Tissoudali een van de smaakmakers van de competitie binnen. Bij Beerschot was de 27-jarige Nederlander dit seizoen goed voor 8 goals en 5 assists. Bij Gent moet hij voor meer creativiteit zorgen. Het leeggoed is voor velen ook confronterend. Hè? Ja, dit geeft nu wel echt een vertekend beeld. Want ik ben sinds eind vorig jaar niet meer naar de glasbol geweest. Maar ja, dat is wel het moment dat je ziet dat je in de loop van de maanden dat je heel veel verzamelt. Hè? Ja, en juist daarom doet Jonathan mee aan Tournée Mineral. Dat betekent dat hij een hele maand, de hele maand februari, geen alcohol drinkt. Het is al de 5e editie van Tournée Mineral. Maar door de coronacrisis is het wel een speciale editie met extra aandacht voor thuisdrinken. Want waar de ene nu net minder drinkt, nu de cafés en de restaurants dicht zijn, is de andere dat net meer gaan doen, thuis. Hey, dag Ebe, ça va? Ça va, altijd hetzelfde, hè. Jonathan is communicatiemedewerker en werkt sinds maart bijna volledig van thuis uit. Hij heeft de afgelopen jaren al iedere keer meegedaan met Tournée Mineral. Ik denk dat deze editie misschien iets moeilijker zal zijn voor mij, omdat er al zodanig veel weggevallen is. En ik merk dat er dan, ja, je creëert zo de momenten van ontspanning, de momenten om eventjes iets leuks te doen, creëer je vaak met alcohol bij. En dat is een beetje een gewoonte geworden. Dus ja, ik denk dat dat moeilijk zal zijn, maar dat is misschien ook meteen een reden om Tournée Mineral te doen dit jaar. Jonathan merkt dat hij daarom niet meer drinkt dan vroeger, maar wel anders. Soms zelfs iets wat ik vroeger nooit gedaan zou hebben, een door de weekse avond voor de tv in de zetel. Niet iedere avond, maar af en toe is een pintje uitschenken om tv te kijken. Ja, vroeger deed ik dat nooit en nu gebeurt dat af en toe wel eens.
Een situatie die voor velen misschien herkenbaar is. Zelfs al is er geen sprake van verslaving, dan nog is het niet goed voor je lijf. Eventjes een maand, alle gewoontes, alle momenten waarbij je standaard alcohol drinkt, die allemaal doorbreken, dat is een goede zaak. En ja, door dat ieder jaar opnieuw te doen, blijf je daar zo wat bewust mee bezig. Tom, aperitiefje. Ook Tom kijkt er iets minder naar uit dan andere jaren. Het is toch een periode dat we weinig hebben om naar uit te kijken. En dan een lekker glaasje wijn, dat kan wel smaken. Maar ja, een lekkere mocktail kan ook smaken. Dus. En dus gaan ze ervoor. Voor mij gaat het zeker lukken. Ja. Ja, voor mij gaat het redelijk zeker lukken. Ja. Kijk eens naar de weerkaarten. Morgen begint nat, maar nadien wel droger weer en ook opklaringen. De temperaturen dan, die zijn zacht voor de tijd van het jaar met maximaal tot 12 graden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit journaal. Bedankt voor het kijken. Ik wens je nog een mooie avond. Tot ziens. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.